Yo mensen, Jarski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty en Black Ops 4. Vandaag spelen wij, zoals je zelf ook kan zien, een heist potje. En heist is natuurlijk een search and destroy variant waarin je geld moet verdienen door middel van kills te maken of door middel van de money back te pakken. En daardoor wapens kan gekopen, perks kan gekopen, etcetera. Dus er liggen sowieso health packs en ammo packs verspreid in de map. En het is gewoon de bedoeling dat we de enemies afslachten. Iedereen spant sowieso in met de eerste ronde alleen een pistooltje. En daarna heb je de kans om wapens te gaan kopen. Maar je moet heel erg goed blijven opletten. Want het is een lastige game mode. Ik zag je daar, jongen. Het team die rent met z'n allen, maar ook echt met z'n allen door. Ik heb hem sowieso gehit. Dat is al goed eigenlijk. Hij zit hier boven me. Zitten allemaal daarboven. Ik hoop dat ik via hier ze kan pakken. Ja, die hebben mijn teammates, let's go. Die heb ik hard gehit, maar ik ben zelf ook hard gerikt. Ik heb een heal pack. Ik ga erin. We zijn sowieso naar links gegaan. We lopen ook met z'n allen bij elkaar. Mijn hele team loopt hier. Dus we werken echt heel goed samen. Die heb ik. Ik moet reloaden. Pas op, want hier staat er nog één ergens. Ik heb nog maar 4 kogels. Ik moet heel veel rustig doen. Oké, okay, lekker. Let's go, ouwe. Ik had geen ammo meer, dus dan maar op die manier. Ik ga heel snel die... Oh, hier, ammo pack. Ik zal even die 5, bro. Kom maar. Ja, nice. Dan pak ik meteen die money back op. De laatste enemy zit hierboven. En die hebben mijn teammates ook gekillt, dus dat is nice. Het enige wat wij nu nog hoeven te doen, reviven maar, is de geldback die ik nu in mijn handen heb af te leveren bij de helikopter. Die zo te zien helemaal daar naartoe vliegt. En that's it, dan hebben we de eerste ronde gewonnen. Het was wel even lastig hoor, maar het is goed gegaan. Gelukkig had ik die vent kunnen neerrammen. De moneyback die brengen we hier naartoe. Hebben we de ronde gewonnen. Hebben we nu best wel heel erg veel cash om items van te kopen. En het gaat natuurlijk tot de 4 rondes in totaal. Dus degene die eerst 4 rondes heeft gewonnen, die heeft de hele pot gewonnen. Oh, en iedereen met het pistool, hij slaat hem ook meteen neer hè. Oh, dit is wel een vieze turn. Oh, dit is wel een vieze turn. Ik denk dat die gast die hier killt geen ammo meer had. Dus vandaar dat hij eigenlijk gewoon recht op hem af kwam rennen. Even kijken, wat zullen we kopen? Ik heb best wel veel. Ik koop sowieso een medium armor. De enemies kunnen wel armor piercing rounds kopen, dus daar moet je wel op letten. Ik koop ook meteen een cordite. En ammo hoef je niet echt te kopen. Puur gewoon omdat je dat natuurlijk ook kan oppakken. Maar ik wil wel graag de sensor dart. Dat vind ik wel handig altijd. En de rest van mijn geld die bewaar ik nog eventjes. Ammo packs oppakken zodat we tenminste wat meer ammo hebben. En dan komt het helemaal goed. Enemies hebben nu ook wapens bij de way. Dus we moeten wel goed blijven opletten. Extraction site is daar. Maar nu is de vraag. Waar ligt hier een health of ammo pack? Uh-oh. Uh-oh. Er zitten er 3 voor me of zo. Oei, yo. Recon expired. Ik kan niet healen. Puur omdat ik nog geen heal pack heb. En ik heb ook geen ammo meer. Dus ik moet heel veel wachten op mijn teammates. Want hier ligt het namelijk. Ammo, health, sowieso even healen. Sowieso ook even reloaden. En dan kunnen we weer verder. Woe! Dat scheelde niet veel hoor. Dat scheelde echt niet veel. Ik ga er gewoon in. Waar is de andere? Waar is de andere? Daar! Oi, yo, let's go. Iedereen is dood, jongens. Iedereen is dood. Pak het geld maar op. En dan gaan we weer terug naar de extraction site. En dan hebben we deze ook gewonnen. Ik ben wel echt wiek, dat is niet gezond. Maar we hebben wel de ronde gewonnen. Dat scheelde niet veel, hoor. Woe. Zo. Hoppatee. 2-0. Let's go, teammate. Lekker bezig, man. Woehoehoe. En dat bedoel ik. Die sensor dart is zo fijn. Want ik wist aan het begin meteen dat er daar 2 enemies liepen. Wie op de killcam? Yeah. Woe. Anders was ik hier de lul geweest namelijk. En hij had me wel bijna hoor. Ik had 9 HP over zoals je ziet. Dat scheelde echt niet veel. Meteen natuurlijk afknallen, anders worden ze gerevived. En dat ging goed. Woe! 2-0. Pookje is nog niet voorbij. Ja, ammo ga ik sowieso niet kopen. Ik koop wel weer gewoon armor erbij. Het is wel een beetje geldverspilling. Want je kan armor piercing rounds kopen. Alleen dan heb je best wel veel geld... voor nodig om dat uit te kunnen geven. Ik kan misschien wel een score streak, alleen een counter. Doe maar teamlink erbij. Maar ja, ik koop gewoon
Ik koop gewoon extended max, want dan spaar je ook in met meer kogels. Hey, slimme move, slimme move. Meteen een health pack oppakken. Hop, hop. En dan gaan we weer rustig verder lopen. Hier ligt nog een health pack. Dus die pak ik ook meteen op. En dan ga ik niet weer dezelfde kant, want dat heb ik nu 2 keer gedaan. Dus ik ga nu sowieso de andere kant op. Sensor dart. Oh, hij loopt beneden hier. Uh-oh, waar is die naartoe? Oh, ik ben achter je. Ik denk niet dat hij het nog door heeft. Woe! Ik moet mezelf healen, er loopt er hier nog een. Ja, lekker teammate. Let's go, jongens. Let's go. We hebben nog 3 vijanden die levend zijn. Oh, er loopt er daar een buiten. Die is nog achter ons. Holy knetter, jongen. Let's go, teammates. Lekker, jongens. En er is iedereen dood. Ik zal je revive, kom maar. Oeh, daar hebben we weer iedereen, hoor. 3-0 nu al, hè. Dat gaat lekker, joh. We moeten weer naar de extraction site toe lopen. Nou, ik laat het lekker aan mijn teammate over. Hoef ik ook niet mee te lopen, namelijk heb je toch geen nut. Hey, brother. Hey, doei, 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 doei. En dan hebben we 3-0 op dit moment in rondes. Dus nog 1 ronde moeten we pakken. We gaan lekker, hoor. Ik zweer het je. We lopen ook wel ja, slim rond met ons team. Oh, hij heeft de... hij heeft de... Hoe noem je die ook weer? Dat is een SL driver. Ik ben even de naam kwijt gekocht. Heel fijn wapen is dit. Dat is niet gezond. Lekker hoor. Goed gedaan. Oké, 3-0. Dan kunnen we deze ronde ook wel winnen. Want we hebben nu heel veel geld. 4000. Ja, dan koop ik sowieso gewoon weer armor. Koop ik ook gewoon rapid fire en een sight. Dan koop ik gewoon weer de sensor dart. En doe maar gewoon een counter. Weet je, waarom niet? Waarom zou ik mijn geld niet uitgeven? Ik kon ook perks of zo erbij kopen. Maar ik vind dat niet echt heel erg nodig. Iedereen in deze game mode, die koopt ook allemaal andere dingen. Sommigen die gaan echt een heel goed wapen proberen te kopen. Nou, anderen zoals ik, die houden het gewoon bij 1 wapentje. Want ja, ik vind het gewoon een chill wapen namelijk om te gebruiken. Dus zo pakt iedereen natuurlijk ook iets anders. En dat maakt het ook weer leuk. En je moet wel goed op je geld letten, want anders heb je natuurlijk ook weer een probleem. Health pack pakken, zo. Zit hier allemaal onder me. Oh, dit is even spannend. Ik moet nu helemaal omlopen om achter ze te kunnen komen. Ze lopen hier allemaal namelijk. Ze zijn hier naar rechts gegaan. Dat is nummer 1. Oh, ik ben down, ik ben down, ik ben down. Oh, dat is jammer. Haat mijn hart. Ik weet niet hoe mijn teammate me kan revive. Hij zit daar, jongen. Oh, lekker teammate! Holy knetter, je hebt een gehoond, jongen. Ik heb weer die 5 tanks, bro. Lekker gedaan, jongen. Er leven nog 2 vijanden in totaal nu. Er zit er hier sowieso één rechts. Ik moet wel mijn counter even inroepen, bij de way. Hier ergens zit er sowieso eentje. Dan zou ik echt niet weten waar. Er leven er nog 2. Hebben ze niet het geld gepakt? Nee, wij hebben het geld, oké. Ik ga gewoon naar de extraction site. Misschien zijn ze daar wel namelijk. Oh, hier beneden. Ik pak mijn teammates wel op. Ja. Leeft er nog maar eentje nu. Oh, hij loopt daar. Achter hun, achter hun, achter hun, achter hun. Ja, iedereen. Hij stond achter 4 vijanden. Ja, dan ga je niet overleven. 4-0 gewonnen. Ik heb 11 kills kunnen maken. We zijn 1 keer down geweest. Maar mijn teammate heeft natuurlijk weer gerevived in de laatste ronde. Dus het was een mooi potje zo. Lekker hoor. Heerlijk, het is wel echt een moeilijke game mode, vind ik zelf. Want je moet echt op je armor letten, je moet op je HP letten, je moet op je ammo letten, ga zo maar door. Maar, we spelen nog een potje achteraan. Hier gaan we dan natuurlijk nog een keertje. Ik ga gewoon meteen weer het lichte armor kopen. Het geeft je echt maar 50 extra HP'tjes. Maar ja, weet je, aan het begin kan je toch eigenlijk nog niks anders kopen. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat het team een beetje samenwerkt, dat we weer een beetje bij elkaar lopen zoals we net ook deden. En dan moet het goed komen, want net hadden we de teamwork onder controle, terwijl we helemaal niet met elkaar aan het praten waren. Nou, dat is natuurlijk ideaal. Ik weet niet waar de health pack hier ligt. Ik heb wel iets van ammo. Oh, hier binnen, hier binnen, hier binnen. Zo, nemen we dat even mee. Zo, hoppatee. En dan loop ik denk over de rechterkant. Hier ligt nog meer. Nemen we dat ook mee, dan hebben we sowieso genoeg namelijk. En dan loop ik voor nu in mijn eentje, maar mijn team komt wel langzaam achter mij aan. Pak hem, jongens. Ja, lekker, hij is dood. Dank je. Hij zit hier, hij zit hier. Links om het hoekje. Die kan ik wel pakken, deze vent. Ja, nice, easy. Zo. Hij zit in het water, die gast. We moeten denken, ja, we moeten terug. Ik moet mijn team helpen nu.
Teammate, ik kom je helpen. Blijf leven, teammate. Ik kom je helpen. Hij komt achter je aan namelijk. Achter ons. Let's go, jongen. Let's go. Woe! We hebben ze allemaal, hoor. Ik weet niet waar het geld ligt, eigenlijk. Wie heeft het geld? Heb jij het geld? Oh, hier. Pak jij hem? Pak. Ja, kom maar. Let's go, ouwe. Hoppatee. Goed gedaan, bro. Dat was even handig dat ik mijn teammate ging helpen. Ik zat eerst een beetje te twijfelen. Van zal ik er wel op afgaan? Maar ja, het draait natuurlijk wel om teamwork. Dus het is goed dat ik hem kwam helpen. We hebben ook de killcam zo te zien. Ik weet niet waarom, want dit is namelijk één kill. Waarom heb ik de killcam met één kill? Dan staat ik echt linksbovenin. Best play. Nou, als dit de beste play is, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Oké, we hebben geld. In totaal 3400. Dat is best wel veel. Ik heb mijn lichte armor nog, maar ik ga toch wel gewoon voor medium armor. Dan halen we meteen eventjes een submachine gun erbij. Ik denk dat het core-light wel weer chill is. Die had ik net natuurlijk ook. Ammo hoeft niet zozeer. En teamlink is ook wel weer handig. En de rest van mijn geld die bewaar ik gewoon weer eventjes tot de volgende ronde. Want ik heb nog 485 over. En dan gaan we nog een keer. Teammates hebben sowieso nu ook wapens. Je hoort hem al schieten. Maat, je hebt beperkte ammo, hè. Ik weet niet wie's idee wat dat was. Maar hij heeft beperkte ammo. En hij begint vol te sprayen gewoon. Even die health pack hier oppakken. Zo. Oké, het geld ligt midden in de map. Als je dat te campen, zie je het. Oei, 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 oei. Ze lopen over jungle. Teammates moeten we helpen. Help je, jongens. Oké, die heb ik. Ik heb mezelf gerevived. Dat was echt totaal niet nut. Dat was echt nutteloos, maar... Oh, poep. Oh, er zit er nog één. Nee, ik ben dood. Oh, ik heb hem wel echt knijterhard gehit, maar ik wist niet dat er nog één zat. Oh, ja, dat was wel slim. Hij knalde ook meteen af, wat wel logisch was. Daar kon ik niks aan doen. Ik heb ze wel geraakt voor mijn team, dus deze ronde moet... Rechts. Deze ronde moeten ze sowieso winnen. De laatste persoon zit daar en dan hebben ze ook gewonnen. Blijf bij elkaar, teammates. Ja, lekker, jongens. Let's go. Easy. Ronde gewonnen. Ze kunnen het geld nog wel pakken... En extracten. Ik weet niet of ze dat gaan doen. Maar dit was mijn fout. Ik had er misschien niet zo hard in moeten rennen. Het is natuurlijk lastig. Maar ik dacht, mijn hele team zit naast me. Dus dan kunnen ze me wel natuurlijk reviven. Op het moment dat ik down ga. Maar hij knalde me meteen af gewoon toen ik down was. Extraction site zit in onze span, jongens. Ja, hij gaat het niet meer redden. Hij kan het geld helaas niet meer afleveren. Hij heeft geen flauw idee waar hij naartoe moet. Maar het is niet erg. Is niet erg. Kan gebeuren, teammate. Maakt niet uit, jongen. 2-0, let's go. Kom erop. Alessio. Oh, oh, oh. Hij sprayde hard, joh. Zo. Hij knalde ik meteen door natuurlijk op de mensen die down lagen. Maar hij heeft de ronde niet kunnen winnen. Ronde 3. Even kijken, hoeveel geld heb ik nu? Ja, ik heb nu niet heel veel geld. Ik heb gelukkig nog wel mijn submachine gun natuurlijk. Ik ga gewoon voor heavy armor. Ik denk namelijk niet dat de vijanden... AP rounds hebben, wat inhoudt dat ze heel erg makkelijk door het armor heen knallen. Dus ik heb gewoon eigenlijk nu al mijn geld besteed aan de armor. En ik denk wel dat het goed moet uitpakken. Ik hoop het in ieder geval. Ik hoop het. 1-0. Dan gaan we weer. Meteen eventjes weer dat huisje hier inrennen. En dan ga ik sowieso opnieuw via de rechterkant ook. Dat vind ik eigenlijk wat chill. Dan nemen we deze twee mee. Hop hop. Ammo en 1 health generation pack. Nemen we die ook mee. Hop hop. Dan hebben we er 2 namelijk. En de extraction site zit hier ook rechts. Dat zie je door middel van die rode smoke natuurlijk. En ik wil er best wel graag hard op af, als ik eerlijk ben. Oké, die heb ook full armor. Die heb ook full armor. Pas op, jongens. Waarom zeg ik pas op? Nou, daarom dus. Oh, ik heb hem zo hard gehit, joh. Dat is niet gezond. Uh-oh. Kom op, teammate, die moet je hebben. Ja, lekker. Hij had hem ook, dat is goed. Holy knetter. Dat scheelt ook niet. Oh, pak hem, teammate. Lekker, jongen. Woe! We hebben iedereen, hoor. Ik weet niet of hij me gaat in die vijven. Maar dat doet hij dus blijkbaar niet. Hij gaat gewoon voor de money back. Hij laat me gewoon liggen. Ik had er wel veel, hoor. We staan nu 10-1. Nou, we gaan sowieso dood hier. Want die teammate die gaat voor het geld namelijk. Nee, teammate, help me. Help me. Nou, hij kan beter voor het geld gaan ook.
Dat is een beetje, beetje jammer nog. En ik leef zelfs nog. Want hij heeft gewoon het potje de ronde gewonnen. Dus ik heb het gewoon nog overleefd ook. Hé, hey, eigenlijk heeft hij het gewoon slim gedaan. En we hebben de killcam natuurlijk. Ik pakte ze hier in hun rug. Ze stonden er alle vier, hè. Ik had er één. Ik had hem. En deze gast die was echt heel dom. Deze gast die hier langs me komt lopen. Deze. Die, als hij een beetje op zijn minimap had gekeken, dan had hij me gewoon volledig kunnen pakken. En daarna killde hij helaas die laatste gast met de vierde. Maar ja, daar kon ik helaas ook niks meer aan veranderen. Ik heb veel geld. Ik ga sowieso weer voor de armor, want dat werkt nu ook wel goed. Dan halen we die. Dan haal ik weer de sensor dart. En dan heb ik nog 1200 over. Dan ga ik sowieso voor de medic. Ja, doe maar de medic. Dat is misschien wel handig. Oké, okay. Kom erop. Al mijn geld is weer op, maar we staan nu 3-0 voor in rondes. Dus we hoeven ook nog alleen nog maar deze laatste ronde te winnen. En dan hebben we de game natuurlijk weer gewonnen. Dus dat moet wel goed komen. Hier links ligt de ammo en de health pack. Dank u wel. En dan is nu de vraag hoe de vijanden gaan lopen. Ik denk dat mijn sensor dart van daar schiet. Voor als de vijanden gaan pushen. Via deze kant. Dan ligt mijn sensor dart daar namelijk gewoon. De money bag ligt weer in het midden. Dat is eigenlijk gewoon onmogelijk om te kunnen pakken. Oh. Hij blijft ook gewoon doorschieten, of niet dan? Zal ik er gewoon voor gaan? Waarschijnlijk ga ik dood, maar... Oh my god. Weet je wat, ik ga er gewoon voor. Oké, okay, ik heb het geld. Objective is ours. Dat is natuurlijk stap 1. Zit er nog één, jongens, pas op. Volgens mij is het 3. Nog één. In ons rug! Oh, yo, let's go, jongen! Lekker hoor. Oh, ik zag het op de minimap staan. Ik dacht, hé, hey, hij komt in onze rug. Dat gaan we dus even niet doen, hè. Was wel een slimme move van hem. En we hebben weer de killcam. Let's go, man. Awesome. Dat is één kill. Toen wist ik dat er daar nog één stond. Die zat ik al een beetje op te wachten, zoals je ziet. Dus die had ik natuurlijk ook. En toen zag ik, wou ik reloaden. Toen zag ik op de minimap, nee, hij zit achter ons. En toen pakte ik hem ook nog. Woe, lekker, man. Twee potjes heist, zoals deze game mode heet. Gewonnen. Alle twee met 4-0. Nou, dat is gewoon ideaal natuurlijk. Dat zijn twee hele mooie potjes. Dus mocht jullie hebben genoten, ram natuurlijk zoals elkaar op like. Dat zou ik super doof vinden. Thanks natuurlijk allemaal voor het kijken. Thanks natuurlijk allemaal voor de support. En hopelijk ook weer, zoals altijd, tot de volgende keer, mensen. Bye bye.